De focus in deze spelvorm ligt op het onderscheppen van de bal. De assistspeler onder de korf kan veelvuldig gebruikt worden door de aanvallers. De verdedigers proberen zo snel mogelijk de bal te onderscheppen zonder een doelpunt tegen te krijgen. Er zijn namelijk twee spelers waar de bal vandaan kan komen. De medespeler in het buitenveld en de assistspeler onder de korf. De verdedigers zullen moeten proberen overzicht te houden op de bal. Laat verdedigers dit ervaren door bijvoorbeeld gesloten en open te verdedigen en dit achteraf te evalueren. Er wordt gewisseld na twee onderscheppingen.